De minister van Justitie en Politie heeft zijn beleid gericht op het motiveren van jeugdige of schoolgaande. En de bewindsman gaat in op uitnodigingen van scholen die graag een motivatiegesprek willen voor de leerlingen om ze een boost te geven. De examenkandidaten van de Theodor Judas School zijn in de Mimerebuku kazerne bijna 2 uur lang moed ingesproken door de minister. De bedoeling van dit motivatiegesprek was om de scholieren klaar te stomen voor het examen.